Hallo iedereen, hier ben ik terug met een reading voor jullie. We gaan eens zien welke boodschap dat er doorkomt. En ben aan het voelen wat dat het beste is dat ik gebruik. We gaan de hele kleintjes gebruiken. Wat is de boodschap? Oké. Wat hebben we? Eerst en vooral hebben we de kaart, de Six of Swords, met betere tijden zijn op komst. We zien er ook het teken van Waterman en Mercurius. Dan hebben we, oepsie, oh my god, de acht van munten. Met dedication to the craft. Ik ben nu aan het twijfelen wat die zo lang of omgekeerd. Nu, het maakt niet uit. Het feit dat hij in mijn handen gevallen is, is tegen het zo moeilijk. Dan de Page of Wands met Energetic Powerhouse. Dus dat gaat over jou. Daarin zien we ook. Wacht, hier hebben we nog Maagd. En dan hier hebben we nog Ram, Boogschutter en Leo. Ja. En we hebben de Hermit kaart met Self-absorbed. Want je ziet ook, het ligt ondersteboven. Hier hebben we ook de macht, nog een keer weer opnieuw. Met de planeten Mercurius. En als ik me goed hoor heb, is dit Saturnus. Ja. Oké. Dus, hetgeen wat we moeten zeggen, is dat eigenlijk dat je moet focussen op betere tijden. Dat je mag focussen op het... nee, dat je eigenlijk mag vanuitgaan dat wanneer je het werk doet en dus blijft vertrouwen op het feit dat je zelf een enorme krachtige energie hebt, dat je als automatisch zelf die betere tijden gaat gaan manifesteren en gaan aantrekken. Maar je moet opletten dat je niet te veel naar binnen gaat. Dat je niet te lang en te veel in die... vervormde vrouwelijke energie eigenlijk blijft hangen. Oké, wat is dat we nog moeten hebben? Ja, we hebben de duivel met strings attached. Daar is steenbok en ook weer Saturnus. Dan de twee van cups met unhealthy attachment. Dus eigenlijk weer hetzelfde. Attach, strings attached, unhealthy attachment. En dat heeft ook te maken met die vrouwelijke energie. En hier ook weer material attachment. My god, je kunt gewoon niet, zelf niet, zo niet bedenken. Dus hetgeen wat er hier ook heel duidelijk gezien wordt, kijk, is dat je gevraagd wordt om eigenlijk in een nieuwe fase te stappen van jouw groei, van jouw meesterschap. Omdat uiteindelijk de hermit is een spiritueel meesterschap. Maar de reden waarom je het niet, op dit moment nog niet hebt, is omdat je eigenlijk nog te veel gehechtheden hebt. Gehechtheden aan het materiële, gehechtheden aan een bepaalde soort relatie. Dus je gaat moeten kijken voor jezelf, van waar is het eigenlijk dat ik mezelf overal vastzet. Ik voel dat er ook een aantal dingen zijn, omdat hier ook het Six of Swords, soorts en mentale, is een gedachte. En dat ook een gebrek is aan vertrouwen in je eigen passie. In het niet volledig vertrouwen van jouw eigen intuïtie. Wat kunnen we nog aan toevoegen? Nu krijgen we de zeven van wanten met Words Fighting For. Dus wat zeggen ze? De dromen die je hebt, de passie die je voelt en waar je eindelijk het werk wil voor gaan doen, dat is zeker het vechten waard. Dan mag je echt naar blijven gaan. En je ziet ook dat daar ook de verwijzing naar de vrouwelijke energie is. Dus wanneer je gaat gaan loskomen en uit die vervormde vrouwelijke energie gaat stappen, dan ga je meer en meer ook je mannelijke energie kunnen healen. En van daaruit... kijk, Carpe Diem. Knight of Swords. En dus hoe meer je die vrouwelijke energie, ik kan het niet anders noemen dan de vervormde vrouwelijke energie, waarin je te veel achterover leidt, te lang blijft hangen in cursussen, te lang blijft stilzitten, te lang blijft, ik moet nog die cursus of ik moet nog dat gaan doen of wat dan ook.
hoe moeilijker het maakt voor jezelf. Omdat je geen resultaten kan zien in het fysieke als je geen actie onderneemt. Dus voor wie dat die reading er ook is, gaat het echt ook over het stuk dat je heel bewust wordt met jezelf en eerlijk wordt met jezelf en kijkt van oké, wat zijn de dingen waarin dat ik mezelf vasthoud? Op welke manier kan ik zowel in mijn mannelijke als in mijn vrouwelijke energie op een geheelde manier verder gaan? Ja, ik moest mijn camera zo opzetten omdat mijn batterij plat is. Ik heb al vandaag te veel video's opgenomen. Dus, maar ik wou toch niet wachten om een video op te nemen. Wat zien we? Endless possibilities. Dat is hetgeen wat je gevraagd wordt om op te focussen. En eigenlijk, als je kijkt, ik heb daarnet ook een reading opgenomen. Die komt morgen online. Kijk ook, of luister ook zeker die reading. Omdat dat een van de grootste uitdagingen is. Je mind controleren wil ook zeggen dat je geen dingen invult en dat je geen oplossingen wilt telkens gaan bedenken vanuit jouw eigen referentiekader, maar dat je ervan loskomt en dat je intapt op die universele wijsheid die beschikbaar is. En daar gaat de video van morgen over. Wat hebben we nog nodig? Wat kunnen we nog zeggen? Dat mogen we nog laten weten. Ja. En we hebben weer een higher view. Dus je ziet ook die arend. Ik kan hem even zo doen. Je ziet ook die arend. En hier ook 5. En hier 11. Dus alles gaat erover om meer eenheid te creëren in jezelf. Om op die manier beter te worden en meer ervaringen te krijgen in het zijn van een opgestegen meester. In het zijn en jouzelf neerzetten vanuit die hogere energie. En welke universele vlam is er goed om mee te werken? Dan krijgen we de diamantenvlam met aartsengel Metatron en wijsheid. Als mooier dan dat kan het eigenlijk niet zijn. Oké, ik ga het hierbij laten. Ik voel dat deze boodschap volledig is, maar ik ga gewoon anders nog een andere video straks opnemen. Ik voel dat er nog dingen gezegd moeten worden, maar die eigenlijk niet meer hiermee te maken hebben. Dus ga ik een volgende maken.